daar zitten we dan. Hi. Super gezellig. Jullie komen zo aan bod. Hoe is het met je? Ja, goed, Bram. Hoe is het met jou? Ja, goed. Wat leuk dat je hier wil aanschuiven. Wat leuk dat je me hebt uitgenodigd. Hoe drink jij je thee het liefst? Earl Grey. Niet? Ja. Heb echt waar? Ja, echt? Ik ook. Oh mijn god. Elke keer als ik dit zeg, word ik helemaal uitgelachen. Nou, fuck jullie, hier. Earl Grey, Graaf Grijs. Juist. Ja. Wat? Zo, hé. Hoppakee. Hatsa. Cheerio. Cheerio. Bram Krikke. Heet. Oké. Laten we beginnen. Laten we beginnen. Wat is nou de beste pick-up line voor de chickies? Vraagt Mark. Mark is een hunter, hoor ik al. Nou. Maar wat is een goede pick-up line? Brand los, Bram. Mijn geslachtsdeel wordt gezocht door de FBI. Mag ik hem in jou verstoppen? Hoi, ik ben Tarzan. Wil je aan mijn liaan slingeren? Ik heb veel Animal Planet gekeken. Maar zo'n tijger als jou ben ik nog nooit tegengekomen. In het wild tegengekomen. Oh ja. Ja, die vind ik wel leuk. Die is nog wel lief. Die zou ik, daar zou ik meteen... Daar zou ik is jouw achternaam Sambal? Want ik vind jou wel een pittig wijfie. Jezus. Is dat een ladder in je panty? Of is dat de Stairway to Heaven? Weet jij hoeveel een ijsbeer weegt? Genoeg om het ijs te breken. Is jouw vader bakker? Want je hebt lekkere kadetjes. Ja, ik kan uren doorgaan. Ja, ik hoor het. Dus Mark, heel veel succes. Ja, zet hem op. En vooral succes gegarandeerd. Ja, ik weet het wel zeker. Mark gaat scoren. Yes. Volgende vraag. Lieve Bram en gast. Ja. Ja, dat weet natuurlijk. Dat weten ze niet, hè. Nee. Kunnen jullie een rapnaam voor elkaar verzinnen van Jasper? Cricky. Cricky? Cricky. MC Cricky? MC Cricky. Nou. Ja? Of... Ja. Of Snorowitsch. Nou, maar, ja, nou nee, dat is niet heel straat. Oké. Okay. Oh, nou vind ik, maar misschien juist omdat het niet straat is, is het wel weer heel, heel straat. Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Ja. Dus MC Crikey. Cricky. Cricky. MC Cricky. Daar teken ik voor. Oké. Okay. Ja. Kunnen we niet onder MC Cricky iets uitbrengen? Zeker, maar dan moet het dan een featuring gewoon... zijn met MC... Ja? Lil Sheep. Lil Sheep. Er zit niks meer in. Ja, er zit niks... een klein slokje. Ja? Even atten. Heerlijk. Lekker hoor. En gezellig. Hé, wat een suffe vraag wat dan, allemaal, wat dan? Zeg. Lucas, wat is jouw favoriete social media kanaal? Stuur dan niks. heb jij mensen die je intensief volgt? Intensief. Op bijvoorbeeld Instagram? Nee, eigenlijk niet. Het is niet dat ik specifiek... Ja, saai hè? Ja, maar ja, dan moet je ook niet zo'n oude vrouw uitnodigen. Ik weet... Ja. Oh ja. Ja, Bram Krikke. Ja? Vind je Bram, het leuk? Ja. Like je alles? Ja. Ik like alles terug. Yes. 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 Klopt. Yes. Nou, dat vind ik dan wel weer leuk. Ja. Maar en bijvoorbeeld YouTube, dat soort dingen? Twitter? Nee, daar zit ik niet op, gelukkig. Nee. Nee joh, dat vind ik echt... wat een zure bak aan, ja. aan zurigheden. Wat een gezeik. Wat zit een jij wel op Twitter? Jawel. En twitter je elke dag? Nee, ik heb zeg maar meer Twitter om dan af en toe te kijken... Als ik wat weer, andere zure mensen... Ja, over mij dan hebben gezegd of zo. Oh ja? Dus dan moet je toch ver weg van blijven? Jawel. Word je toch heel depressief? Nee, maar dan ben ik toch benieuwd. Ja. En laatst zei iemand dat ik meer op een fietsende barista leek dan op een... presentator. En dat heeft me toch best aangegrepen. Ja. Oh, je hebt je thee al op. Wil je meer thee? Ja, graag. Top. Ik vraag me af, wat vind je eigenlijk van het Koningshuis? Ben je er trots op of moet het afgeschaft worden, Julia? Nou, Bram. Ja. Ik vind eigenlijk, ik ben er wel dankbaar voor, want het is, ik heb een paar keer al Maxima mogen nadoen. En dat kan je heel goed. En ja, als ze er niet waren geweest, dan had ik mijn claim to fame to Maxima nooit kunnen doen. Dus snap je, ik ben jullie heel erg dankbaar dat ik Maxima jou heb mogen nadoen. Dus helemaal goed. Ik wilde het al gaan vragen, maar dit is nog veel Het is beter. Al gebeurd. Het is ja, al gebeurd. Het is al gebeurd. Het hing ook al de hele tijd het in de lucht. Het hing in de lucht. Ik voelde het ook, die radiance van ja. Doe nou iemand na. Ik nodig je toch alleen maar uit om iemand na te doen. Ja, doe eens Maxima, doe eens.
Nou ja, zo, Bram Krikker is gezellig met de thee. Het is heel erg leuk. Wat sick. nou, sorry, ja, weet je, het is ook een beetje van aap, doe eens een trucje. Ja, dat is ook zo. En deze arme aap, die doet het dan maar elke keer weer. Hè? Doe jij eens iemand na, joh. Ik kom een beetje Geert Wilders, een klein ja, beetje. Ja. Rapportjes, met ja. Heel veel lucht. Ja, nou heel goed. Dus dat het scoort toch gewoon op feest en partijen? Daarom. Dus dat moet je gewoon inzetten, zo once in a while. Ja, maar we wijken af, het Koningshuis. We wijken af, ja. Het Koningshuis, wat vind jij ervan? Nee, ja, ik vind het hele leuke, lieve mensen. Ja, ik vind ze ook leuk. Sommigen hebben een hele sterke mening over, het moet weg en joh. Stoor er niet zo aan. Nee, stoor er niet aan. Niet zo moeilijk. Nog een zepje, dan kijk je toch niet. Dan kijk je toch niet. Idioot, dan ga je toch lekker weer zuur doen op Twitter. Ja, ja. En anders hadden we Willy niet gehad, hè? De briljante Willy. Ik bedoel maar, welk bekend personen... Welk bekend? ...zou je het liefst als ouders willen hebben van Jessica? Oeh. Nou, ik weet wel heel veel van wie niet. Ja. Ik vind bijvoorbeeld die Winston Gerstanovic en die, hoe heet die andere ook alweer, die vrouw die erbij zit? Renate Gerstanovic. Oh, weg. Nee hoor, nee. Nee? Nee. Zou je wel in Blaricum wonen? Ja, of zitten die in Oud-Zuid ergens? Nee, volgens mij Blaricum een heel groot zwembad. Dat dan weer wel. Ja, maar daar dat zou mis ik dan, je dan met een broodrooster in gaan zitten. Ik zou dat echt niet, echt dat trek ik niet. Oké, okay. En wie nog meer niet? Vind ik ook wel leuk. Wie juist niet? Ja, Martijn Krabbe. Nee, ook niet. Alles niet. Gaston Starreveld. Dan zit je waarschijnlijk in Spanje de hele tijd tegen die glimmende kop te kijken. Ja. Doe ik niet. Nee. Jan Smit. Ja, je hebt een dingetje hè, met Jan. Ja, ja. Ik, een hele lieve jongen, maar ja. Triggert iets, mij. Wat gebeurt er dan? Ja, een soort kortsluiting, maar ook Nick en Simon vind ik ook stom. Sowieso, de Volendamse Hoek is niet aan jou besteed. Nee. Hoe heet ze ook alweer? Die draak van Mordor, weet je wel wie ik bedoel? Die, hoe heet ze nou? Echt die... Mordor? Ja, van Lord of the Rings. Oh, ik haat Lord of the Rings. Hoe heet ze nou? Anita Witsier! Verschrikkelijk, oh verschrikkelijk. En wie dan wel? Dat is misschien positiever, ja, wie wel? Ja, Frans Bauer en Maris. Ik denk dat het wel gezellig is. Ik denk dat die echt hele leuke, lieve ouders zijn. Die hebben ook denk ik lekkere ontbijtjes, 's ochtends. Ja, en een theetje. Ja, we hebben niet zoveel tijd meer, dus we gaan even... We janken er even doorheen. Ja, even een zwengel. Juist. Samuel vraagt, wie kan de beste Geert Wilders imitatie doen? Ja. Dat vind ik dus verdacht. Kan jij Geert Wilders? Nee, totaal niet. Kan je proberen? Nee. Nee, ik kan echt niet. Nee, maar iedereen denkt altijd maar dat ik dat zo lekker zo... Ja, doe eens een trucje, Ja, nou, was het maar zo. Nee, ik moet echt heel lang studeren op mensen. Heb je momenteel een studie voor iemand om die na te doen? Ja, zeker wel. Ja, daar mag ik nog helaas niks over zeggen. Wie was dit? Deed je nu iemand ja, na? Ja, nu deed ik iemand na. Laat in de comments achter, wie was dit? Woe! Maar Geert Wilders niet. Nee. Ik kan hem ook niet. Mijn vriendin danst altijd graag met jongens als ze uitgaat. Hoe ga ik daarmee om? Vraagt Robin. Nou, ik ben niet zo heel jaloers aangelegd. Nee? Nee. Ja, het hangt ervan af hoe ze dansen en wat ze dansen. Ja, dat is het. Als ze staat te daggeren. Daggeren of bubbeling? Dan, niet toch? Dan wat gebeurt er dan met Bram Krikken? Dan ga ik territorium afmaken. En hoe doe jij dat? Dan ga ik ertussen staan. Ja. Ja? Dan ga ik zelf sexy dansen. Oh! Ja. Oh, je gaat gewoon de battle on the dance floor. Precies. Ja, toch op een gegeven moment gewoon territorium afmaken. Dus even een kus geven. Oh, even ja. Een beetje subtiel. Ja, dan gewoon een plasje op doen. Eigenlijk wel. Ja. Zoals mijn vriendin Didi. Mm-hmm. Nou, dat was ook wel eens, hebben we gehad dat er dan een meisje achter mij de hele tijd tegen me aan stond te dansen. Ja. En toen zei Didi van, als ze dit nog één keer doet, dan sla ik er helemaal voor op. Zo hé. Duidelijke taal. En toen dacht ik, oké, misschien moeten we ergens anders gaan dansen. Want ik dacht van, dit wil ik niet op mijn geweten. Nee, dat snap ik. Stel jouw mannetje. Mijn mannetje staat te degeren met een vrouwtje. Ja. Hoe reageer jij dan? Ja, ik denk, ik zou wel lachen, want ik kan me hem niet deggerend voorstellen. Dus ik zou het nee. Ik heb het nog nooit bij hem gezien. Hmm. In al die 15 jaar. Maar stel, hij kan het ineens. Nou, dan zou de wereld er toch wel anders uitzien. Dan zou ik denken, wat zijn er nog meer voor verborgen geheimen? Nee, ik zou meer als een soort natuurdocumentaire zou ik er denk ik naar kijken. Je zou observeren? Ik zou denk ik van, hoe kan dit? Wat is dit? Een enorme fascinatie hier openbreken. Hoe ver kan die gaan totdat jij zegt, nou, tot hier? Tot hier en niet verder. Juist. Mannetje? Nou, ik moet altijd wel lachen, want als hij een knappe vrouw voorbij ziet komen, dan kan hij wel echt zijn nek omdraaien. Dan kan ik dan wel grap over maken van zo, gaat het? Joehoe, hallo.
Maar hij heeft vroeger in goede tijden gezeten. En toen, ze hebben het echt over 20 jaar geleden. En toen was hij wel echt van de vrouwtjes. Ja, en die tijd heeft hij allemaal En die tijd gelaten. Heeft hij achter zich gelaten, want hij is nu grijs. En hij wordt alweer wat kleiner, hij is al aan het krimpen. Dus snap je, ik heb niet zoveel te vrezen. Dat nee. is dan weer het voordeel, Bram, van 15 jaar bij elkaar. Dan, ja, eigenlijk is het een soort... Het zit wel snor. Nou, dit was het. Het was het alweer. Jongen, jongen. Goh, wat ging dat snel. Ik heb 2 bakjes thee. Als het er niet 3 waren. Volgens mij waren het er wel 6. Het waren er wel 6. Ik heb genoten. Ik heb helaas niet van de broodjes en de taart mogen eten. Maar ik vond het toch heel erg leuk. Aan al het leuks komt een end. Maar niet voor lang. Want volgende week zijn we er gewoon weer. Met weer heel veel brandende vragen en een nieuwe gast. En thee. Is dat nou niet leuk? Dus blijf je vragen insturen via... lekker-bakkie@hotmail.com. En ze mogen wel iets spicier. En we hebben ook nog een super populaire postbus. Echt, hij peilt uit van de berichten, cadeautjes en weet ik wel niet wat. Blijf dat vooral doen. Stuur je shit hier naartoe. Superleuk. Tot volgende week. Dag. Joe, doei. Dag. Hoi. Doei. Oeh.